Deelnemers, start vrij. 10 deelnemers, dames en heren, in de Mondsprijs. Ze gaan zich op dit moment opstellen achter de startauto. Torenhoog favoriet, paard nummer 10, Carlo Fortefond. Wordt gereden door Jaap van Rijn. Gaat het opnemen tegen onder andere bataljon de Vliegerpaarden. En laten we niet vergeten, Stal de Vlieger is in absolute topvorm. Nog 100 meter. 50 meter nog. Vlag valt, start gevallen en een mooie start in het midden van de baan voor Haley Vredebest met Barry te pas. Die snelt naar de leiding, maar ja, er is er niemand zo snel als Jack en Rosalie Jansen. Die komen vanaf de wijde buitenzijde naar voren om het veld op sleeptouw te nemen. En dat doen ze op weg naar de eerste bocht. Het is Jack aan de leiding. Op de tweede plaats hebben we dan het nummer 4 van Haley Vredebest. En in derde stelling aan de buitenkant Thomas Bos met zijn Jannie van Tim. Jannie van Tim als ideale gangmaker voor Carina Alki. En aan de binnenzijde ligt daar Jaguar van Assem. En die Jaguar van Assem, die wordt dan gevolgd iets verder weg aan de binnenkant door zo te zien John Dekker met zijn nummer 1, Carlo Bianco. Ja, dat is precies waar we een beetje bang voor waren natuurlijk. Volledig ingemetseld. Maar er zijn misschien wel mogelijkheden, want de andere paarden van de stal liggen dichtbij en die gaan elkaar toch niet in de weg zitten. Kijk hoe makkelijk Carlo Fortefond erbij ligt. Met verder weg dan aan de binnenzijde Gypsy Okanje. En daarachter een Isara de Viet in de kleuren van Stal Lisse. Een aansluiting is er voor paard nummer 11, On Track Mistress. En dat is de situatie als we nog één volledige ronde af gaan leggen hier op de rem aan Duin ligt 1200 meter van huis met Jack aan kop van het veld. Hij heeft een lengte op Haley Vredebest. En aan de buitenzijde dan de opkomende Jannie van Tim. Aan de binnenzijde Ruud Pols. En Ruud is in deze koers dan ook vertegenwoordigd met Jaguar van Assem. Achter Jaguar van Assem Carina Alki. En achter Carina Alki Carlo Fortefond. Dat zijn dan de voorste paarden aan de binnenzijde. Carol Bianco, die bidt voor ruimte. Die ruimte komt er voor ons nog niet. En we gaan dan in 3 sporen zo dadelijk af op de laatste bocht. En gaat Carina Alki als eerste in de aanval. Doet dat in het derde spoor en brengt de grote favoriet mee. Partner Martin Carlo Fortefond. Jack Echter heeft nog altijd de leiding. Daar komt aan de buitenkant dan die nummer 5. En dat is Carina Alki. Gaat voorbij aan zijn stalgenoot Gianni van Tim. Aan de binnenzijde Haley Vredebest. En daarachter Carlo Fortefond. En die moet het nu in de laatste bocht alleen doen in het derde spoor. Maar vooraan Jack met Rosalie Jansen nog altijd een halve lengte voor. Aan de buitenkant dan onder druk van Carina Alki. Galopaden daarvoor paard nummer 8, Isara de Viette. Uitgeschakeld nummer 8, galop 8 uitgeschakeld. In de laatste rechte lijnen, daar gaat aan kop van het veld heel brutaal proberen te versnellen. Jack uit zijn winterpauze. Maar daar komt aan de buitenkant Carlo Fortefond samen met Carina Alki. En ze komen er hard aan. Daarachter is dan de ruimte gekomen voor Carlo Bianco. Carlo Bianco komt vrij en die zou dan nog wel eens heel gevaarlijk kunnen worden. Als aan de buitenzijde Carlo Fortefond de leiding overneemt van Jack. En daarachter dan aan de buitenzijde de opkomende Carlo Bianco. We gaan de laatste meters in. En daar neemt Carlo Fortefond de leiding over van Jack. Hele dappere Jack. Geweldige derde is dan die Carlo Bianco. En dat is voorlopig op de vierde plaats trouwens. Goed gelopen. Paard nummer 3, Jaguar van Assem. De 10 wint voor de 7. Derde wordt de 1 en vierde de 3. 10, 7, 1, 3. Dat is de voorlopige uitslag van helaas alweer de laatste van vandaag. Want we begonnen er net lekker in te komen. Wat een fantastische winnaar mee te besluiten, zegt Carlo Fortefond. Alweer zo'n kampioen van Django Riff uit Rapsodia Gams. Gefokt in Italië. Jeroen Engwerda, de eigenaar, de trainer. En hij heeft een fantastische rechterhand in Jaap van Rijn.